Hallo en welkom in deze nieuwe Zodiac reading. Waarin dat we gaan kijken voor Schorpioen, specifiek in tweelingvlam connecties, wat dat er de komende 3 maanden belangrijk is om te weten. Dus we gaan kijken van wat is zijn de schaduw bij de mannelijke en de vrouwelijke energie in deze periode. Wat is de connectie, dus de energie van de connectie. Waar zit het bewust denken bij de mannelijke en de vrouwelijke energie? En dan een aantal boodschappen van de mannelijke naar de vrouwelijke energie en omgekeerd. Nu, voilà, oei, oei, dat is een 3-3. Maar we gaan het dan mee doen. Wat moest ik nog zeggen? Ah ja, dus deze zodiacredingen zijn zo opgemaakt dat je moet kijken dus naar je zonteken van jou of van je tweelingvlam. Dus nu in jouw geval ga ik ervan uit dat jij of je tweelingvlam een zonteken schorpioen hebben. Maar het is ook interessant om te gaan kijken waar dat jullie noordnode ligt. Want dat heeft ook weer te maken met jullie tweelingvlam missieconnectie. En eventueel individuele missies. Dus die sowieso ook gekoppeld zijn aan je individuele groei. En aangezien dat we rond schaduwen en energie en zo gaan bespreken, is dat dus interessant om te gaan bekijken. Dat gezegd zijnde, voel ik dat dit de verdeling is. Dus dit is voor mannelijke energie, dit is voor de vrouwelijke energie. En we zien dat de mannelijke energie in deze connectie een recente activatie heeft gehad. Een soort van aha-moment. Doordat er een aantal vortexen en dus poorten geweest zijn die spinning, dat die draaiwiel heeft in gang geduwd, waardoor dat er een belangrijke verandering gaat zijn. Maar een verandering die eigenlijk ook, hoe zeg je dat, eigenlijk ook afgesproken was. Dat is iets die op het plan stond. En de vrouwelijke energie in deze connectie, die is bezig met zich verder aan het ontwikkelen in de Empress. Dus die is nog verder aan het ontwikkelen, aan het kijken van wat betekent het om als een Empress hier in dit leven te staan. Hoe kan ik dat hier eigenlijk nog verder gaan vormgeven? Dus dat zijn de dingen, de schaduwen eigenlijk. Ach wel, dit voelt niet echt als een schaduw, maar we gaan zien wat dat er hier verder nog mag over gezegd worden. Misschien dat de vrouwelijke energie nog niet altijd het gevoel heeft dat haar harde werk weerspiegeld wordt door de mannelijke energie. Of zelfs gewoon in haar eigen leven, dus door haar eigen mannelijke energie. Omdat het niet, ja, kijk, Chariot omgekeerd, is eigenlijk nog niet succesvol. Oeps. En voilà, kijk, wat we zien is dat eigenlijk dat komt doordat de energie van deze vrouwelijke energie eigenlijk nog te veel verspreid is. Nog te weinig gericht op één punt. En je mag met verschillende dingen bezig zijn om te gaan manifesteren. Maar in het moment dat je actief met een manifestatie bezig bent, is het beter om jou echt een laserfocus te houden op hetgeen dat je wilt gaan manifesteren. Wat moeten we nog, of mogen we nog meer weten over de schaduw van de mannelijke connectie? Mijn neus jukt. Dus het gaat rond een aantal keuzes die moeten gemaakt worden. En de mannelijke energie zit daar van veel te veel in zijn hoofd. Dus hij wil die 10 van bekers. Hij wil die diepe vervulling op elk vlak in zijn leven. Maar hij ziet de weg niet vooruit. Ook al heeft hij die activatie gehad. Natuurlijk zijn die dingen, zeker als dat heel recent gaat zijn. Ja, maar dat ik ook zie dat was in november was. Ziet hij de weg vooruit niet? Ja. En dus probeert hij eigenlijk... Eigenlijk is het wel wat grappig. Hij probeert eigenlijk gewoon uit te zoeken waar dat een vrouwelijke energie aan het denken is. Dus waarschijnlijk is er geen contact of geen miniem contact of geen volledig open contact. Dus hij ziet en merkt dat de vrouwelijke energie doorheen een transformatie gaat. Maar het probleem is dat hij niet goed weet wat dat het is. Of hetgeen wat hij van informatie krijgt misschien die beperkt is. Of via sociale media of wat dan ook. Dat brengt niet genoeg aarde aan de dijk om eigenlijk zijn zorgen en om zijn paniekgedachten het zwijgen op te leggen. En dat heeft te maken door het feit dat hij eigenlijk nog niet gevonden heeft wat dat het betekent om
een vervuld leven te hebben op elk vlak. Dat beeld is nog niet volledig duidelijk voor hem. En dat gaat wel de komende 3 maanden duidelijk worden. Want deze reading is voor de komende 3 maanden, dus tot eind maart. Dat gaat wel duidelijker worden. Maar dus, hij moet leren om de verbinding met zijn eigen vrouwelijke energie eigenlijk tot stand te brengen. Dan gaat hij in staat zijn om zijn mind te gaan sussen. Omdat die rust komt van binnenuit, niet van iemand anders, niet van een externe partner. Maar dus hij moet eigenlijk zijn eigen vrouwelijke energie verder gaan healen. Oké, wat mooi. Wat is de boodschap bij de vrouwelijke energie in deze connectie? Wat moeten we daarover weten? Oké. Ja. Zij maakt zich zorgen dus dat er geen vooruitgang is. Dus dat er geen fysiek bewijs is, nog geen succes is. Nog geen ridder op het witte paard aan de horizon. Of op een zwart paard. Hè. Dan hebben we drie van munten. Oeh, die zijn er heel goed. De drie van wanten omgekeerd en de knight van pentacles omgekeerd. Ja. Dus de vrouwelijke energie, zoals we hier gezien hebben, is zich aan het ontwikkelen. Of aan het leren wat dat betekent om vanuit een empress energie eigenlijk het leven vorm te geven. Door het feit dat ze te veel gefocust is en eigenlijk ook hetzelfde doet zoals een mannelijke energie, maar dan meer op het fysieke gericht. Waar dat hij meer op gericht is op haar energie en wat dat ze zou denken, niet zozeer op wat dat ze doet in het fysieke. Is zij daar wel op gefocust. Maar dat maakt natuurlijk dat zij de eenheid in zichzelf niet aan het creëren is. Want ze is veel te veel gefocust op die mannelijke energie. Niet de mannelijke energie in zichzelf, maar in een andere persoon. En daar heb je geen controle over. Toch niet vanuit het fysieke, toch niet vanuit de manier waarop dat ze probeert te doen. Dus, daarom krijgen we ook de Knight van Munten. Want zij moet haar eigen mannelijke energie leren onder controle houden. En zoals ik hier gezien heb, zij moet eigenlijk haar eigen ridder op het witte paard worden. Maar je ziet, dat is een, zo noem je een centaurier of zoiets. Zij moet haar eigen mannelijke energie in zichzelf onder controle krijgen. En dat gaat dan automatisch een verandering teweeg brengen bij de mannelijke energie in de connectie. Dus in de andere persoon. Wacht, hè. Ja. Dan eens kijken wat we krijgen voor de energie van de connectie. We kregen ook onmiddellijk de Nine of Orbs. Maar omgekeerd. Dus ze zitten eigenlijk allebei, maar op een andere manier, nog te veel in hun angsten en nog te veel in de dingen dat ze niet goed weten van, maar ja, wat is dan dat ik wil? Mijn leven, mijn droomleven, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Als ik dan in de ochtend opsta, wat ga ik die dag dan doen? En daarvoor, omdat ze er nog niet helder hebben, elk voor zichzelf, keken ze eigenlijk naar de anderen. Omdat ze het willen gaan doen, wat ze weten. Als ik dat doe, dan als ik dat beslis en ik weet dat zij dat ook denkt, dan gaat het goed zijn. Of omgekeerd, als zij dat graag doet en ik ga dat maar gaan doen, dan gaan we zeker samen kunnen komen. Maar een dergelijke diepe zielsconnectie als een tweelingvlam werkt zeker niet op deze manier. Dus er zijn nog een aantal stukjes, afhankelijkheden, dat eigenlijk beide partners hier te healen hebben en mogen aankijken. Om uiteindelijk tot die innerlijke eenheid te kunnen komen. Oké, wat is de energie van de connectie in deze? Dus dan gaat het voornamelijk over de 5D, dus in de energie. Niet in hoe dat het eraan toe gaat in het fysieke. Soms krijg je er ook wat boodschappen rond, alleen als dat belangrijk is om dat te weten of mee te geven. Pardon. Dus ik voel dat er heel veel angsten zitten, want ik ben hier voortdurend aan het, hoe zeg je dat, boeren aan het laten. We hebben Seeker of Crystals, Sage of Orbs. Dus het gaat echt over het meesteren, meester worden, lessen leren rond het element aarde, rond het element lucht. Dus de gedachten, die mind onder controle te houden. Om de vrouwelijke energie meer en meer te gaan laten leiden. Niet met lange ei, maar met korte ei. Om van daaruit, dat is verbonden met de zon, de mannelijke energie. Om van daaruit dan de mannelijke energie het nodige te laten doen. En het is ook weer mooi dat je hier ook weer ziet dat witte paard dat ik daarnet gezegd heb. Dus
zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie in deze connectie, en dus je ziet hoe dat een thema is ook in de connectie, in de energie, hebben nu als doel of als taak om meester te worden van hun eigen gedachten. Om dat dan vanuit die gedachten te zien, materialiseren, kristalliseren in het fysieke, waardoor dat ze gaan leren van, ah, maar wacht, ik kan vanuit mijn gedachten en vanuit mijn passie, en dus de balans in mijn mannelijke en mijn vrouwelijke energie, mijn ziel hier delen. Mijn mannelijke energie, mijn geheelde mannelijke energie op een goede manier eigenlijk vormgeven en neerzetten. We gaan zien hoe dat er nog. Time for reflection, ja. Beide energieën, moeten echt naar binnen gaan. En het is niet aangeraden om de komende 3 maanden op elkaar gefocust te zijn. Ik zeg niet dat jullie moeten elk contact verbreken als er contact is. Maar het hoofddoel moet eigenlijk focus op jezelf en je eigen healing zijn. Ja, needing an outlet, dus die Ace of Wands, maar dat is eigenlijk deze ook, maar omgekeerd, ook weer omgekeerd. Waarom? De focus moet er zijn op de noordnode, dus op je eigen. En dat zien we dat er al getoond geweest is in boogschuitertijd, dus afgelopen maand. En gaat ook terugkeren in ramtijd. Waarom? Omdat er een omdat er een ongezonde hechting is tussen jullie twee. Dus dit, en ook hier het kreeft, misschien dat er ook nog een kreeft hier in deze connectie zit. Hier zien we ook weer schorpioen. Of misschien is kreeft een maanteken of een ascendant of zoiets. Vul het in zoals dat je wilt. Maar dus je ziet, er moet gewoon een balans, een betere balans komen in jezelf. Vooraleer dat deze connectie naar het volgende level kan gaan. En dan hebben we, wat is het bewuste denken van de mannelijke energie? Dus wat zitten ze in hun bewuste denken van de mannelijke energie? Bewust denken van de mannelijke energie in deze connectie. Bewust denken van, oepsie, daar gaat hij. Fortune met trumps. Van de andere. En dan hebben we nog de 8 van wanten. Die wil ik hier Mercurius, boogschutter, dus swiftness. Sorrow met 3 van de zwaarden en die van wanten, ja. En hier zien we eigenlijk ook van, eigenlijk hetgeen waar ze op gefocust en bewust is op het fysieke. Ze willen een bepaald fortuin, ze willen geld, ze willen een goed inkomen, ze willen stabiliteit, ze willen die veiligheid en comfort gaan creëren. Maar ze zijn eigenlijk te veel gefocust door die passie op de vrouwelijke energie. Ze willen die vrouwelijke energie gaan aantrekken en naar zich toe brengen. Maar nu wordt er gevraagd, een steenbokteken, om... En met uiteindelijk een uitloop ook weer naar een ram, in de ramteken. Kijk, je ziet daar ook hier, hier was ook hetzelfde. Dus de periode van de ram. Om tussen nu en dan, om echt te focussen op jezelf. En om alle lasten, alle piekergedachten die er zijn, om die los te laten. En te gaan focussen, oké, wat is nu hetgeen? En daarvoor is ook die Mercurius retrograde er nu. Om te gaan focussen van, maar oké, wat is het dan eigenlijk dat ik diep van binnen verlang? Wat is hetgeen dat ik in die bekers, in die 10 bekers, wat zit er allemaal in? Wat zijn al die dingen dan? Wat betekent het dan om een vervuld leven gaan vorm te geven? Dus de mannelijke energie is zich daar eigenlijk op een redelijk bewust niveau wel mee bezig. Maar natuurlijk op een verkeerde manier. Omdat hij nog veel te gefocust op de zorgen, op de piekergedachten, op de angsten, op wat dan ook. Vanuit... Dus daarop kijkt naar wat er gaande is in de 3D. En dus hij wil die connectie in het fysieke brengen, maar dat is eigenlijk niet de stap waar hij nu moet op focussen. Hetgeen wat ik ook hoor is dat hier ook beide mensen in deze connectie niet altijd goed begrepen hoe dat een dergelijke diepe zielsconnectie werkt. Dus misschien is het aangeraden om... om het programma met de universele vlammen te volgen, omdat je daar leert werken met de vlammen. Daaruit krijg je een controle tussen haakjes. Hè. Dan kun je je eigen energie gaan sturen, je eigen healing gaan sturen.
Wat automatisch ook weer een invloed geeft op de tweeling-vlam connectie. Nee, die niet. En dus wat krijgen we voor de vrouwelijke energie? Dat was de Princess of Swords. De Hermit. Dus ik dacht dat we daarnet ook al eens macht hadden, nee, die zetting. En dan krijgen we hier nog drie extra met de Chariot, de Hierophant en Prince of Cups. Ja. Dus de vrouwelijke energie heeft als taak om dus naar binnen te gaan. Om dus niet constant weer slaaf te zijn van haar gedachten. Want die kaart ligt ook ondersteboven, dus ze is nog geen meester van haar gedachten. En dus heeft eigenlijk hetzelfde probleem van, als de mannelijke energie, wat dat heel normaal is. Maar zij moet haar gedachten op een positieve manier gaan focussen. En zodanig dat ze eigenlijk het succes gaat gaan visualiseren. Dat ze het volledig in haar lijf en haar lichaam overal gaat gaan voelen. Want dat gaat uiteindelijk de verandering teweeg brengen in haar fysieke wereld. Waardoor dat ze dan ook eigenlijk haar eigen prins op het witte paard. Het is nu wel geen paard. Het is eerder een arend met een rijtuig aan. Maar je snapt het idee wel. Dus zij wordt haar eigen redder, haar eigen ridder op het witte, zwarte arend. Het maakt niet uit. En dus ze moet leren om, zoals we net ook gezien hebben, en daarom zien we ook de verschillende dierentekens hier op de Hierofantkaart, om alle elementen die haar haar maken, die een onderdeel van haar essentie, om die neer te zetten. Om die in balans te kunnen brengen. Om succesvol te kunnen zijn. En om succesvol te kunnen samenkomen met de mannelijke energie. Maar dus om eerst de mannelijke energie in zichzelf. En dan gaan we een aantal boodschappen van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie. En omgekeerd. En dan sluiten we af met welke vlam men dat je kan werken. Wat zijn de boodschappen? Oh, maar nu zoek ik het weer al. De boodschappen van de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Misschien dat er iemand iets is die heel scherpe geur heeft. En is dan bevestiging dat dit jouw reading is. Of heeft ook een jeukende neus. Dit zijn er al twee. Als tweelingvlam zijn we hier om te ascenderen en om anderen te helpen hetzelfde te doen. Ja, net daarom is eigen proces super belangrijk. Communicatie. Geen van ons is eigenlijk eerlijk op dit moment. Waarom zijn we bang om onszelf uit te drukken? Dat is hetgeen wat ik daarnet ook gezegd had. Dat geen van beiden eigenlijk al volledig in hun authentieke zelf zit. Net zoals jij ben ik altijd bezig met het een of andere vorm van missiewerk. Mijn energie en wijsheid ondersteunt anderen om mij heen. Ik dagdroom over jou, soms is het seksueel, andere keren visualiseer ik onze toekomst samen. En dan deze maar omgekeerd, gaan we zien. We zijn spiegels van elkaar, waardoor dat zelfliefde superbelangrijk is. Ik wens dat ik daar was om van jou te houden, maar zolang ik er niet ben, wil ik dat jij van jezelf houdt en jezelf voedt. En dus het ligt ondersteboven. Dus dat is wel een boodschap, maar dat is dus iets dat geen enkel van beiden op dit moment eigenlijk voldoende doen. Normaal gezien werk ik niet met deze kaart ondersteboven, maar ik voelde dat dit echt wel een boodschap op zichzelf was. Wat zegt de vrouwelijke energie normaal gezien? Jij verschijnt in mijn dromen en het helpt mij om diepe verborgen herinneringen te verwerken. En ze wil ook laten weten aan de mannelijke energie dat er een situatie is in het leven waarin dat ze zich niet vrij voelt, maar dat ze eigenlijk bezig is met het zoeken naar een manier vooruit, zodanig dat ze zich vrij, dat ze vrij kan zijn, zich vrij kan voelen. Wat hebben we nog? Van de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie. Onze liefde is eeuwig, het bestaat in elke dimensie en kan niet verloren raken. We kunnen het ook niet verliezen. Ik mis jou, laat ons allebei stoppen met weg te rennen. En dus in eerste instantie weg te rennen van wie dat je zelf bent. Maar dat telt ook voor allebei. En dat is ook mooi omdat dat hier net ook bij de vrouwelijke energie naar boven komt.
Want vaak is het zo dat niet enkel de mannelijke energie wegloopt. Vaak is dat ook iets dat de vrouwelijke energie op een bepaald punt gaat doen in de connectie. Wat dat je logisch is, want uiteindelijk hebben beide partners die mannelijke en die vrouwelijke energie in zich. Dus helpen ze beiden ook die diepe wonden te gaan healen. Oké, met welke energieën kunnen we nog samenwerken? Dus met welke vlammen kunnen jullie nog samenwerken? We hebben arts en Raziel met dromen, waar we daarnet ook die dromen hadden. Dus in die dromen kan je verbinden met je tweelingvlam. Daar is het altijd vanuit onvoorwaardelijke liefde. Je kan ook boodschappen doorkrijgen. Stapkeel, dus focus op de ecstasy, focus op het spannende, focus op het passionele. En gebruik ook deze vlam. En aartsengel Michael met enchantment. Dus wat maakt je blij? Wat maakt je... de focus daarop. En dat zijn de dingen die je weer verder gaat brengen op pand. En je ziet ook weer het paard met de unicorn die naar boven komt. Ik vind het altijd mooi hoe dat de kaarten uiteindelijk één rode draad vormen. Ook al zijn het verschillende decks. Voilà, dat was de boodschap voor Schorpioen voor nu tot en met eind maart. Als je dit soort trainingen leuk vindt, je inzichten aan hebt gehad of wat dan ook, laat mij dat gerust weten in de comments hieronder. Wil je een persoonlijke reading of een healing voor jouw tweelingvlamconnectie of voor jezelf, dat maakt niet uit, dan kan je dat reserveren via de linkjes onderaan deze video. Voilà, dat was het voor nu. Prettige feesten en tot de volgende.